Dames en heren, goedemiddag. Welkom allemaal op dit actualiteitencollege dat is ontstaan. Dat tot stand is gekomen toen het Algemeen Nijmeegse Studentenblad het Soeterbeek-programma benaderde met de vraag: kan nou aan deze thematiek niet eens aandacht besteed worden? Dus ook deze happening is het gevolg van een studenteninitiatief. Dat u het maar weet. Want ja, het begon een tweetal weken geleden met een bezetting in Amsterdam. En het is vandaag dan geworden tot een landelijke actiedag. Nee, een gespreksdag. Bij de voorbereiding van dit actualiteitencollege zei iemand van het Soeterbeek-programma: maar misschien kan het woensdag wel niet doorgaan, ons symposium, onze bijeenkomst, want dan is het Erasmusgebouw misschien wel bezet. Ja, nou, nu is deze zijzaal in ieder geval bezet voor deze bijeenkomst, dus waarin de studenten gewoon meepraten. Mijn naam is Marcel Becker en ik zal u door dat heen praten mee begeleiden. Dagelijks doorgaans ben ik aan de universiteit actief als docent bij Wijsbegeerte. En daarnaast ben ik stafmedewerker van het Centrum voor Ethiek. Bijval hebben studenten gekregen. Verpletterende bijval. Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft al besloten dat een student bij haar in bestuur komt. Tweede Kamerleden van Socialistische Partij en D66 afgelopen zondag in Buitenhof bleken het helemaal met de studenten eens te zijn. En minister Bussemaker heeft gisteren gezegd, stond vanmorgen in de krant, dat universiteitsbestuurders vandaag goed naar studenten moeten luisteren. Dan weet u dat ook vandaag, universiteitsbestuurders. Dus zijn we het dan eigenlijk gewoon niet allemaal al eens met elkaar over wat er mis is? Zo lijkt het. Maar als filosoof, wij hebben in Nijmegen een zelfstandige studierichting Wijsbegeerte, het is maar dat u het weet. Als filosoof wantrouw ik overeenstemming. Mensen gebruiken dezelfde woorden, meer inspraak, minder verzakelijking, maar bedoelen we dan ook hetzelfde als we die woorden gebruiken? En als we het eens zijn over wat er mis is, zijn we het er dan ook over eens over hoe we dat moeten verbeteren? Nou, dat soort vragen, daar moet het vanmiddag over gaan. En die vragen die kun je pas goed aanvliegen als je iets weet van de achtergrond, als je iets weet van de geschiedenis. We openen dan ook met een korte uiteenzetting van dr. Jan Brabers, historicus, met een indrukwekkend aantal publicaties over de geschiedenis van deze universiteit achter zijn naam. Inderdaad, wij hebben onze universiteitshistoricus niet wegbezuinigd. Daarna maken drie mensen een statement. Als eerste zal doen dat de vertegenwoordiger van de nieuwe universiteit, Matthias van Tricht. Vervolgens komt aan het woord professor Gerard Meijer, voorzitter van ons college van bestuur. En tot tenslotte Floor Albers van der Linden, voorzitter van de studentenvakbond ACU. Die mensen zullen ook met elkaar wat uitwisselen met hun statements. En daarna is het woord ook aan u als zaal. En weet dat als statements uit de hand dreigen te lopen, als het te lang dreigt te duren, dat ik dan even zeg dat ze korter van stof moeten zijn. Nu zal ik ook zelf mond houden. Ik geef graag het woord aan Jan Brabers. Dank u wel, dames en heren. Wat is er tegenwoordig deze dagen aan de hand? Is dit niet een wederkeer, de eeuwige wederkeer der dingen? Is het niet een herhaling van 1969, moet ik zeggen? Wat ik hier vandaag wil doen is even in het kort vooral de verschillen en de overeenkomsten met wat er toen gebeurde uiteenzetten en daarna in het kort ook hoe het verlopen is met de geschiedenis van de inspraak en de medezeggenschap hier aan deze universiteit sinds de invoering van de Wet Universitaire Bestuurshervorming, de WUP, in 1970. Ik denk dat de verschillen met de studentenoproer toen en nu groter zijn dan de overeenkomsten. Toen was de studentenoproer echt een onderdeel van de culturele revolutie van de jaren 60. Maar in alle gezagsverhoudingen, in maatschappij, in de kerk, in het gezin, op zijn kop gingen. En ook aan de universiteit. Dat is nu niet het geval. Toen had de universitaire bestuursstructuur een echt serieus probleem. En dat had alles te maken met de enorme groei die de universiteiten in de jaren 60 hadden doorgemaakt. In Nederland zijn de cijfers in 1960 30.000 universiteitsstudenten, in 1970 100.000. Voor Nijmegen was de groei relatief sterker, van 3.000 in 1960 tot 12.000 in 1970. De bestaande bestuursstructuur
met een college van curatoren, buitenstaanders in wezen, en met een senaat, hoogleraren die een beetje dat besturen ernaast deden, naast hun hoofdtaak, die was daar absoluut niet op berekend. Die universiteit moest bestuurtechnisch gerestructureerd worden. En daar was eigenlijk iedereen het mee eens. De vraag was even hoe. De studenten van die tijd kwamen, zoals dat in de jaren 60 nu eenmaal de gewoonte was, bijvoorbeeld in de vorm van opkomst voor burgerrecht in de Verenigde Staten, die kwamen in actie met bezettingen en dat soort zaken, met één eis: inspraak. Inspraak in dat bestuursstructuur, in het bestuur van de universiteit. En die eis om inspraak, die werd al snel een eis tot medezeggenschap. Daar is een verschil en dat is meer dan een nuance. Dat gebeurde overigens niet in de eerste plaats in het Maagdenhuis in Amsterdam, zoals tegenwoordig iedereen denkt te geloven. Nee, dat begon een jaar eerder in Parijs en in Berlijn en in Rome en in Turijn en in Gent. Daar waren de echte studentenrevoltes. Wat hier in Nederland gebeurde, een jaar later, eerst in Tilburg in april 1969, de Karl Marx Universiteit, toen in Nijmegen in begin mei 1969 en pas twee weken later in het Maagdenhuis in Amsterdam, dat er als het ware achteraan hobbelde. Een jaar later dan Parijs, een paar weken later dan de trend die in Nederland door Tilburg en Nijmegen was gezet. Dus dat hele idee dat het Maagdenhuis, zoals nu ook weer, zoals vaak wordt verondersteld, de leiding neemt in het studentenverzet, dat is een beetje onzin. Ook nog een verschil dus. Nou, wat gebeurde er? De minister van Onderwijs die bleek heel gevoelig voor die studenteneis. Men wilde toch de zaak zo snel mogelijk in de minne schikken. En die kwam met die wet universitaire bestuurshervorming, waarin een soort radenuniversiteit ontstond. Met aan de top de universiteitsraad. Die bestond uit 4 geledingen, zoals dat heette. De wetenschappelijke staf, het niet-wetenschappelijk personeel, de studenten, die 1/3 van de zetels had, en ook nog een groep buitenleden. Mensen van buiten de universiteit die meespraken in het bestuur, omdat die universiteit naar de gangbare normen onderzoek moest verrichten en in dienst moest zijn van het volk, van de maatschappij. Die moest er nauwer bij betrokken worden. Die 4 geledingen vormden de universiteitsraad. En daarnaast, of daarboven, of daaronder, dat is een beetje moeilijk te duiden, kwam een college van bestuur van professionals. En die twee hadden een verhouding die je misschien het gemakkelijkst kunt vergelijken met een college van BMW en een gemeenteraad. De gemeenteraad beslist, en dat was met de universiteitsraad in der tijd ook zo. Het aantal bevoegdheden was tamelijk groot. Dus het college van bestuur moet echt zijn best doen om belangrijke beslissingen door die universiteitsraad te krijgen. Op facultair niveau had je een faculteitsraad, ook verdeeld over die geledingen. Daaronder had je vakgroepen, per afdeling, per studierichting, per vakgroep ben ik haast geneigd te zeggen, had je ook een bestuurtje met studenten erin. Het gevolg was dat die inspraak, of die medezeggenschap, dus ontzettend goed geregeld was, want studenten konden overal meepraten, met daarmee als gevolg van dat de besluitvorming ontzettend traag werd. De bureaucratisering van het universitaire bestuur kreeg toen pas echt ingang. De klachten daarover waren ontzettend vaak hetzelfde. Traagheid, bureaucratisering, bestuurskracht kon eruit voortkomen. En wat bleek het gevolg? Op het moment dat die democratisering inderdaad werd doorgevoerd, viel de belangstelling van de studenten voor die inspraak, voor die medezeggenschap, volledig weg. Bij de eerste verkiezingen voor de universiteitsraad was de opkomst 2 of 3% onder de studenten. Dat is later wel bijgetrokken tot tussen de 20 en 30%, wat nog vrij aardig was, maar het lag wel vaker dichter bij de 20 dan bij de 30. Maar het besturen van de universiteit, het deelnemen in dat bestuur, werd een zaak voor een enkeling, voor iemand die echt daar belangstelling voor had, maar de grote massa had de belangstelling al heel snel verloren. De linkse studenten uit 69, 70
gingen zich in de jaren 70 met hele andere dingen bezighouden. Buiten de universiteit, met de Derde Wereld, met de Vietnamoorlog, met sociale rechtvaardigheid in volkswijken, dat soort zaken. Maar de belangstelling voor de universitaire democratie verflauwde onmiddellijk nadat die was geregeld. Gaan we 25 jaar verder, want deze constructie heeft 25 jaar gefunctioneerd. Je kunt niet zeggen dat ze niet heeft gefunctioneerd, want 25 jaar is het gelukt, ondanks al die kritiek. Maar in het midden van de jaren 90 is stapsgewijs die bevoegdheden van die raden zijn uitgekleed. Aanvankelijk had die universiteitsraad en die faculteitsraad had het recht tot initiatief, had het recht tot amendement. De huidige constructie die in het midden van de jaren 90 ontstond, daar bleven alleen maar rechten over van informatie, van instemming, van wat is er nog meer? In ieder geval wat zwakkere rechten. De raden komen ook wat minder vaak bijeen. Maar wat wel is overgebleven, is die inbreng van studenten. De inspraak is er nog steeds. In afgezwakte vorm, niet zoals in die bijna geperverteerde vorm van de U-raad, van die radenuniversiteit, maar in afgezwakte vorm is die inspraak er nog steeds. Waarom dan dit probleem? Dat vraag ik me ook af. Is er wel een probleem? Herhalen de dingen zich wel echt? Ik denk het niet. Ik denk eerlijk gezegd, maar als historicus moet je heel erg voorzichtig zijn om over de huidige tijd iets te zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat wij hier van doen hebben met een lokaal, dat wil zeggen Amsterdams probleem. En niet met een Nijmeegs probleem. Maar daarover zullen de volgende sprekers vast wat meer te zeggen hebben. Dank u wel. Dank voor dit historisch inkijkje. En wie kan nou beter antwoord geven op die vraag waarmee Jan Brabus eindigde dan Matthias Vertricht van de Nieuwe Universiteit? Aan jou het woord. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is dus Matthias Vertricht. Ik weet niet of ik bij uitstek de persoon ben om dit woord te kunnen voeren, maar jullie zullen het met me moeten doen. Ik ben student politicologie hier aan de Radboud Universiteit en ik heb de gelegenheid gekregen van de mensen van de Nieuwe Universiteit in Nijmegen om vandaag het woord te voeren, om iets te vertellen over waar we mee bezig zijn. Ik verklapte het net al, ik studeer politicologie, ik ben dus geen universiteitshistoricus. Het hele geschiedsproces dat ons heeft geleid tot een dag als vandaag ontgaat mij in grote lijnen. Wat ik ervaar is de universiteit zoals die vandaag is. Ik ervaar het hoger onderwijs zoals die uiteindelijk is geworden door een proces van jaren dat ik in ieder geval in die tijd op de voet heb gevolgd sinds ik volwassen genoeg ben om dat te doen. Amsterdam is opmerkelijk alleen in de zin dat het een lang traject heeft van frustratie met hun college van bestuur. En tot nu toe is dat in Nijmegen is dat beperkt gebleven, gelukkig. Dat is natuurlijk heel erg prettig. Maar het feit is dat als je afhankelijk blijft van wat een college van bestuur wil, als er dan een ander college van bestuur komt die andere ideeën heeft, dan hebben we ineens een probleem. De grote focus van waar wij het over willen hebben gaat niet over of een college van bestuur een stelletje boeven zijn bij elkaar. We zijn niet uit op een Nederlandse strijd tegen colleges van bestuur en om hen te behandelen alsof ze door heel Nederland zich op dezelfde manier opstellen en dezelfde ideeën hebben. Maar als een college van bestuur zich zo opstelt dat het een probleem wordt, dan moeten we in staat zijn om daar ons tegen te verzetten op een manier die geformaliseerd is. Anders doen we het daarbuitenom. Elke keer als er nu door medezeggenschapsraden een probleem wordt aangekaart in Nederland, dan heeft het college van besturen door universiteiten in het land de mogelijkheid om die discussie gewoon uit te stellen. Af te zwakken. Weet je, we hebben het de volgende week wel over, we hebben het volgende maand wel over. En na een jaar worden de organen weer verwisseld. Komen er nieuwe mensen op posities die doorgewisseld worden. Geen ervaring hebben, ook niet direct zelfvertrouwen hebben over het algemeen. En die moeten weer van vooraf aan beginnen. Ook als het gaat om iets drastisch, ook als het gaat om iets acuut. Maar ik ga dat even terzijde leggen, want we hebben het hier volgens mij over iets heel groots. Iets dat niet een Amsterdams probleem is, maar een Nederlands probleem. Iets dat geldt voor ons allemaal. Het universiteitswezen, en zeker ook de hogescholen in Nederland, zijn veranderd in de afgelopen 10 jaar. Daarvoor natuurlijk ook.
Maar ik leef nog niet zo lang, helaas. Ja, ze zijn veranderd naar plekken waarin het mogelijk is om je kritisch op te stellen, je vragen te stellen, naar plekken die steeds meer als leerfabrieken aan gaan voelen. Als plek waarbij het de bedoeling is dat je als student erin komt, er zo snel mogelijk doorheen geloodst wordt en aan het eind wegloopt met een diploma. En daar doe je het dan ook voor. De nadruk op examinering betekent dat docenten afgestraft worden als ze niet hun programma richten op die examinering. Als een docent een interessant gegeven wil aankaarten dat toevallig niet op de toets gaat komen, wordt hij daardoor bekritiseerd. En niet alleen door het universiteitsbestuur, maar door andere studenten. Want die voelen elke dag voelen ze de druk van het volgende tentamen dat ze moeten halen samen met drie anderen over een paar weken. Dat is het probleem wat we willen aankaarten. Onderwijs is meer dan de plek waar je je diploma haalt. Onderwijs is een plek waar je je hoogonderwijs zeker, waar je ontplooit, waar je tot een volledige mens wordt en waar je wordt voorbereid om op een kritische manier naar de maatschappij te kijken waar je in leeft, waar je een onderdeel van gaat uitmaken. We zijn niet alleen om aan het werk te gaan en om ons eigen inkomen te verdienen. We zijn onderdeel van een maatschappij. En dat is waar zeker een universiteit ons voor moet klaarstomen. De boodschap die wij nu krijgen als studenten is dat als je kritisch bezig wilt zijn, vragen wilt stellen, dat je dat maar op je eigen tijd doet. Daar zijn we hier niet voor bij de universiteit. Dat doe je maar thuis, dat doe je maar in de kroeg, is meestal de one-liner die ik te horen krijg. En ik vind dat niet acceptabel. Professoren die onderzoek doen, die worden onder druk gezet om zoveel mogelijk publicaties de deur uit te doen, in plaats van dat ze zich kunnen richten op de kwaliteit van hun onderzoek. Ook zij zitten in een stramien waarbij het steeds meer draait om de meetbaarheid van hun prestaties dan de kwaliteit ervan. Wat wij als studenten meemaken, dat hebben docenten net zozeer voor hun kiezen. Nu, ik ben vandaag niet hier gekomen om de oorlog te verklaren aan een college van bestuur of aan wie dan ook. Wij hopen dat we hier hetzelfde over denken. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het college van bestuur, docenten, medewerkers en studenten aan de Radboud Universiteit en Nederlandwijd allemaal het idee hebben dat hoe het onderwijs er nu uitziet, dat dat niet is waar we heen willen. We hebben het een kans gegeven, we hebben het uitgeprobeerd, maar het is tijd voor een nieuw soort universiteit en het is tijd voor een nieuw soort hogeschool. Nu, het feit dat deze zaal zo vol zit, na letterlijke uren aan voorbereiding. Ik bedoel, de nieuwe universiteit in Nijmegen is nu vandaag 3 dagen oud, letterlijk. Bij onze eerste besprekingen zaten we met 40 mensen onverwacht, terwijl ik verwacht dat we met 8 tot 12 zouden zitten. En we zijn heel turbulent bezig geweest met het discussiëren, het praten over wat we nou eigenlijk vinden. En dat is een proces dat heel erg aan veranderingen onderhevig is. Het feit is, we zijn geen universiteitshistorici en we zijn zeker niet allemaal medezeggenschapsraadleden. Er zijn een heleboel dingen die we niet weten. Maar we ondervinden het eindresultaat en wat wij daarvan merken bevalt ons allerminst. En we denken dat we lang niet de enige zijn. Dus hebben we de nieuwe Universiteit Nijmegen opgericht als een plek om daarover te kunnen discussiëren, om dat gesprek aan te gaan en om te gaan kijken of we het niet veel beter kunnen gaan doen. Ik ben hier niet alleen gekomen. Ik wil iedereen die aan de nieuwe universiteit is langsgekomen om zich even te laten horen. Ja. Op puur enthousiasme, op pure motivatie zijn we bezig gegaan om deze thema's aan te kaarten. En we willen het er gewoon heel graag over hebben. Wij zullen in ieder geval niet tevreden zijn totdat het soort veranderingen waar we het nu over hebben een feit zijn. En we hopen dat we daar op ongelooflijk weinig weerstand zullen stuiten. Dank u wel. Dank voor deze strijdbaarheid. Terwijl je aan het woord was, zijn er alleen maar mensen bijgekomen in de ruimte. Welkom allemaal. En ik zou nou eigenlijk ook weer willen zeggen, wie is er nou minder geschikt dan de voorzitter van het college van bestuur van deze leerfabriek om het woord te nemen. Gerard Meijer, nu het woord. Ja, dank u wel. Inderdaad, van deze leerfabriek waar het al sinds jaar en dag een heel goed gebruik is om gezamenlijk over allerlei dingen die er spelen te discussiëren. Daar hebben we de nieuwe universiteit niet voor nodig en het Zoeterbeek-programma bestond dan ook al lang van tevoren en ook de actualiteitencolleges als zodanig. En het is eigenlijk toeval dat dit precies op deze dag, dit actualiteitencollege
is gepland. Laat mij beginnen te zeggen dat ik ook blij ben zoveel mensen hier aanwezig te zien. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we over actuele thema's gezamenlijk in debat gaan. Wij hebben een mooie universiteit en daar hoort bij dat we debat en dit soort zaken echt koesteren. Ik heb verschillende dingen in het betoog zojuist gehoord. Ik zie natuurlijk in de pers wat er overal gemeld wordt. Er wordt geklaagd over rendementsdenken. Laat ik zeggen dat het rendementsdenken van deze universiteit al sinds jaar en dag vastgelegd is in het motto van deze universiteit. En daar onderscheiden wij ons echt mee van andere universiteiten. Niet groter, maar beter. Dat is heel duidelijk wat wij als motto hebben en al jaren voor staan. Interessant dat onze universiteitshistoricus de getallen noemde van de studentenaantallen in 1960 en 1970, toen het van 3.000 naar 12.000 ging. Op dit moment zitten we nog net onder de 20.000. En overigens 10 jaar geleden hadden we 17.000 studenten. Wij maken dus dat niet groter in die zin echt waar. En ook het maar beter maken wij echt waar. Als wij kijken hoe door de studenten en de docent het onderwijs op deze universiteit bijvoorbeeld in de keuzegids hoger onderwijs wordt beoordeeld, waarover eens de bacheloropleiding politicologie als de beste opleiding in Nederland en naar voren komt. En het resultaat daarvan zien we natuurlijk in welbespraakte mensen die hier ook tijdens het debat het woord kunnen voeren. Verder hebben wij, als het over onderzoek gaat, zeggen wij heel duidelijk, wij kiezen voor kwaliteit, dat noemde ik al, maar ook voor binding en voor duidelijkheid. En duidelijkheid naar de studenten toe, duidelijk maken wat wij van de studenten verwachten, duidelijk ook maken wat de studenten van de universiteit mogen verwachten. En ook die binding en die betrokkenheid wil ik hier toch nog eens naar voren brengen. Wij zijn op een universiteit, we gaan hier op een manier met elkaar om die zeer persoonlijk en zeer betrokken is. En dat geldt ook voor het college van bestuur en dat geldt ook voor het college van decanen. En ik ben dan wel voorzitter van het college van bestuur en ik zeg vaak, ik voel mij meer wetenschapper onder wetenschappers dan bestuurder onder bestuurders. En zo is dat ook en wij proberen ook dat in allerlei opzichten uit te dragen en daar inhoud aan te geven. We hebben dan ook op deze universiteit een goede overlegcultuur met de medezeggenschap. En in die zin verbaast mij enigszins de oproep van Jet Bussemaker dat wij vandaag goed naar de studenten zouden moeten luisteren. Want wij moeten elke dag goed naar de studenten luisteren. En ik vind ook dat wij dat in ieder geval zo goed mogelijk proberen te doen altijd. En zeker meer doen dan alleen vandaag. Het toeval wil dat wij net afgelopen week maandag de 100ste overlegvergadering met de GV hebben gehad in die nieuwe stijl, dus sinds het midden van de jaren 90. Waar ook de voorzitter van de ondernemingsraad een duidelijk statement heeft gemaakt over hoe ze de relatie met het bestuur zien en hoe positief ze daarover zijn. Dus je noemde in het betoog zojuist dat als het CVB zich zo opstelt dat het een probleem is, dan moeten we wat doen. Ik denk dat ik het daar helemaal mee eens ben. En daar wil ik het bijna ook bij laten, want ik weet nog steeds niet echt wat het probleem is. Ik zat te kijken naar je LinkedIn-pagina of je website en daar stond een interessant statement. Daar stond, if you don't move, you don't feel the change you have on. En toen dacht ik, oké, dat is misschien ook het motto dat ten grondslag ligt aan de mensen die hier achter zitten, maar het gaat uit van de foute premissen. Het gaat namelijk uit van de premissen that you have change on. En ik zou zeggen, if you don't move, you don't know whether you have change on. Daarom is het goed om je te bewegen. Daarom is het goed om dit debat aan te gaan en om gezamenlijk uit te vinden of we een probleem hebben. En als we een probleem hebben, dan moeten we dat bespreken. En dan moeten we dat openlijk bespreken. En dan moeten we daar gezamenlijk proberen oplossingen voor te vinden. Het liefst ook via de geëigende democratische kanalen van de medezeggenschap, die al sinds heel veel jaren heel goed werken op deze mooie universiteit. Dank u wel. Dank u wel voor dit zeker zo heldere statement ook. Het woord is nu aan studentenvakbond Accu, die al jarenlang beweegt, moved in het belang van de studenten. Floor, mag ik vragen jou het woord te nemen? Nou, mij is de afgelopen dagen vaak gevraagd door de media van, en gaan jullie nou het Erasmusgebouw bezetten? Gaan jullie het bestuursgebouw bezetten? En ik heb steeds het antwoord gegeven,
ik zie daar geen aanleiding voor. Wij houden van als accu zijnde, ook als accuraat zijnde, houden wij van een dialoog. En wij zien dat dit op dit moment goed gaat binnen de universiteit. Wat ik wel wil zeggen, er is altijd mogelijkheid voor verbeteringen. En daarom wil ik ook graag dit moment aangrijpen om het hierover te hebben. En toch ga ik hierop terugkomen met de rendementsmaatregelen. Ik zou echt een groot voordeel zien als er minder rendementsmaatregelen zullen komen. Daarnaast denk ik dat het ook heel goed zal zijn voor de Radboud Universiteit wanneer een studentassessor plaats gaat nemen in de CVB. En tot slot, als derde wil ik noemen dat ik het heel raar vind dat er ongelijke stemverhoudingen zijn binnen de facultaire raad. Op dit moment is het 60 voor de werknemers en 40 voor de studenten. En ik denk dat hier nog iets te verhalen valt, want waarom is dit niet 50-50? En dit is waar Accu op dit moment voor staat. Ja, dan misschien aan Mark. Ik zal even kort enkele vragen stellen en dan gaan we natuurlijk het publiek in. Daar hebben we dan ook nog tijd voor. Aan Mark, eerst de vraag voor een korte reactie op het toch zeker zo heldere statement van de collegevoorzitter. Bedoelt mij? Ja. Matthias. Ja. Is helemaal niet erg, is helemaal niet erg. Ik wil beide sprekers bedanken voor hun bijdrage. Is inderdaad in beide gevallen een heel helder verhaal. Wat mij bemoedigt aan de bijdrage van de voorzitter is dat hij heel erg stilstaat bij de mogelijkheden tot dialoog, tot discussie, om te kijken naar wat voor mogelijkheden zijn om verbeteringen aan te brengen. Deze avond in de in het auditorium van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen organiseren we namelijk een debat om precies over deze vraagstukken te gaan praten. Om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn om hoger onderwijs te verbeteren. Niet alleen op een lokaal niveau, waar we er hopelijk heel goed uit zullen komen, maar zeker ook op een landelijk niveau. Een verklaring van een college van bestuur dat zij bepaalde hervormingen ondersteunen, legt gewicht in de schaal. Het zijn mensen met heel veel bestuurservaring, heel veel hele sterke reputaties over het algemeen. En we hopen dat ze zouden overwegen om daar een stap in te nemen. Ik ben heel positief over de bijdrage van de... Oh, van Floor, sorry. Ik wil het goed zeggen natuurlijk. Ja, omdat ik denk dat wat ze aankaart, dat een typisch voorbeeld is van een aantal concrete stappen die we kunnen nemen om medezeggenschap ook aan de Radboud te verbeteren. En daar wil ik het voor nu bij laten. Goed, even aan je linkerbuurman vraag. De minister heeft toch aangegeven dat er nog wel wat verbeterd kan worden bij universiteiten? Het is echt geen koekjesfabriek, terwijl sommige mensen dat misschien wel zo denken. In medezeggenschap kan nog een verbeterslag gemaakt worden. Er is zelfs een discussie over iets anders financieringsmodel. Ik heb het idee dat u nog behoudender bent dan de minister. Want u pleit voor... Het is helemaal juist dat er altijd wat te verbeteren valt. Wij zijn het niet altijd met de minister eens. Hè? Dat is niet, ik weet niet of wij behoudender zijn of niet. We zijn het niet altijd met de minister eens. Wij kiezen als Nijmegen vaak onze eigen weg. Ik heb afgelopen week maandag in de medezeggenschap gezegd... Een andere discussie die nu loopt, die heeft te maken met het traject van de promotiestudent. Dat... de minister als pilot gaat invoeren. En wij zijn als Nijmegen, een van de weinige universiteiten, overigens samen met Maastricht, die zeer expliciet zeggen, wij gaan daar niet aan meedoen. Dus in die zin kiezen wij wel vaker onze eigen weg. Of wij daar behoudender in zijn dan de minister, dat weet ik niet. Ik vind, zoals gezegd, dat wij goed overleg hebben met de medezeggenschap. De medezeggenschap draagt vaak problemen bij ons aan die ons als college ook anders misschien ontschoten zouden zijn, die niet op die manier bij ons onder aandacht gebracht zouden zijn. En wij proberen altijd, en dat is echt heel goed aan het Nijmeegse model, in goede harmonie daar een oplossing voor te vinden. En het is ook niet zo dat die overleggen alleen in de formele setting één keer in de zes weken plaatsvinden, maar ook gaandeweg zijn er gewoon veel contacten en informele gesprekken. En ik denk ook dat we ons daar als universiteit echt in onderscheiden van hoe dit op andere universiteiten loopt. Dus in die zin ben ik het wel
met onze universiteitshistoricus eens dat veel van dit probleem is een typisch Amsterdams probleem. Men heeft in den landen gezien dat de vorm die daar gekozen heeft succes heeft. Deze vorm is overgenomen. Naar de inhoud is men zoekende. En normaliter ga je een probleem aan vanuit de inhoud en zoek je er vervolgens een vorm bij. We gaan dan even vragen aan de voorzitter van de medezeggenschap in de U-raad of hij die medezeggenschap op dezelfde manier ervaart als zojuist geschetst door de collegevoorzitter. Mark Vlechten-Koning, voorzitter van de Universitaire Studentenraad. Mark Vlechten-Koning, voorzitter van de Universitaire Studentenraad. Toevallig ook student politicologie. En ik denk dat ik kan zeggen dat ik in grote mate inderdaad hetzelfde ervaar als de collegevoorzitter. We hebben als medezeggenschap, we hebben als studentenraad regelmatig goed contact met het college van bestuur. En ik geloof ook oprecht dat de stem van studenten, in zover wij die als studentenraad perfect kunnen vertegenwoordigen natuurlijk, dat die gehoord wordt. En dat we daar ook altijd een luisterend oor vinden. En als ik zo luister naar de drie kandidaten of de drie personen op het podium, dan wil ik graag twee dingen uit elkaar halen. Want ik hoor de nieuwe universiteit ook heel veel zeggen over het onderwijs. En dat het beter moet en dat het anders moet. Maar dat zijn... Er is een landelijke discussie en er is een discussie hier aan de Radboud Universiteit. En de landelijke discussie over rendementsmaatregelen, outputfinanciering, daar heb ik sympathie voor. Ik denk inderdaad dat het goed is om het daarover te hebben. En ik vraag me inderdaad af wat het doet met promovendi op het moment dat zij een x-aantal publicaties moeten hebben om maar een promotie te kunnen krijgen. Maar wat ik niet deel is, wij bepalen, de opleidingen bepalen aan de Radboud Universiteit zelf de vorm van hun onderwijs. En daar hebben wij ook bijvoorbeeld OLC's voor, om daar inspraak in te krijgen. En als je zegt, een docent kan niet afwijken van zijn examenstof, want dat is ergens gedefinieerd. Ja, dat is door ons gedefinieerd. Dat is door de studenten gedefinieerd, door de opleiding gedefinieerd. En op die manier hebben wij ook als universiteit zelf de macht en zelf de mogelijkheid om ons onderwijs aan te passen. En ons onderwijs aan te passen aan wat wij denken dat de universiteit goed is, maar ook als OLC, als medezeggenschap, om daar inspraak in te hebben. Dus wat dat betreft herken ik het weer niet zo. Gebruik de inspraakmogelijkheden en stel op landelijk niveau wel problemen aan de kaart die er wel degelijk landelijk zijn. Niet in Nijmegen, minder in Nijmegen. Zaal, iemand van buiten Nijmegen misschien? Ja, nee. Ik wil op een paar punten reageren. Allereerst wil ik instemmen met Gerard Meijer dat we inderdaad in Nijmegen een heel prettige medezeggenschap hebben. Maar ik betwist dat het enige punt zou zijn of dat er weinig inhoud zou zijn aan de nieuwe universiteit. Ze hebben wel degelijk een aantal heel belangrijke landelijke thema's op de kaart gezet die we in meer gremia terug zien komen. En ik noem daarbij Science in Transition, H.nu, Hervorming Nederlandse Universiteit en ook de VAWO. Als ik dan bijvoorbeeld kijk, is het behoud van onafhankelijk en kritisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en met name de financiering baart ons daarvan zorgen. Vandaag ook Carl Dietrich op de VSNU webpage. Ze zien dat onze universiteit streeft naar niet groter, maar wel beter. Vraag ik me af hoe we dat kunnen handhaven met een financiering die van 19.000 per student naar 14.000 per student is gegaan in 10 jaar tijd. Daarnaast is er enorme zorg om de outputfinanciering in plaats van de inputfinanciering en de perverterende prikkels. En dat is wel degelijk een heel belangrijk landelijk thema. Ook wil ik aan de kaak stellen wat de nieuwe universiteit ervoor heeft gebracht, is hun zorg omtrent het aanstellingsbeleid en de vele tijdelijke aanstellingen, wat dat voor een effect op de kwaliteit voor onderwijs heeft. En ook het onderzoek en de middellange termijn gedachten. Ik denk dat hier wel degelijk heel belangrijke inhoudelijke thema's liggen. En ik hoop ook dat de nieuwe universiteit daar op een constructieve manier op het landelijk debat mee kan praten. En verder een verzoek om ook medewerkers om aan te sluiten door je eigen kantoor niet te bezetten, maar open te stellen om aan deze discussie bij te dragen. Meneer Meijer, op landelijk niveau spelen financieringsconstructies die ons vroeg of laat in de wielen gaan rijden. Uw mening graag. Nou, ik denk, kijk, veel dingen die hier gezegd worden, dat zijn landelijke problemen. Hè. Het bedrag wat genoemd wordt voor de financiering per student, het is inderdaad juist dat dat in de loop der jaren naar beneden is gegaan en dat is niet goed. En dat is een probleem dat wij het landelijk aan moeten kaarten en dat de politiek op moet lossen. Dus veel van de problemen die er zijn, in Amerika zouden ze zeggen, it's the money, stupid. Huh? Dus er moet gewoon geld bij in het systeem, wil je dat goed doen en wil je dat op die manier in stand houden. Wat er ook bij hoort, is dat wij
dat er wat minder regelgeving en regeldrift moet zijn. En dat heeft te maken met vertrouwen. Het heeft te maken met vertrouwen dat de politiek aan de onderwijsinstellingen geeft. En op dit moment is het zo dat er een steeds groter deel van het budget moeten de onderzoekers inverdienen in de tweede en derde geldstroom. Een steeds kleiner deel komt via de eerste geldstroom. En dat zet deze enorme druk op het systeem. En die discussie die moeten we inderdaad aangaan. Dat is een landelijke discussie. Die speelt overigens niet alleen in Nederland. Die speelt internationaal. En in zekere zin zijn we de laatste jaren geholpen door het feit dat er binnen Europa zich nieuwe bronnen hebben aangedaan. En Nederland daar heel goed van profiteren. Ik wil nog op een paar dingen heel kort reageren, omdat ik kijk, dat er wordt vaak gezegd het rendementsdenken. Wij moeten ons realiseren dat wij ook een verplichting hebben naar de maatschappij toe om studenten die hier beginnen, natuurlijk, ze moeten voldoende zich ook academisch kunnen ontplooien naast alleen maar het halen van een diploma. Maar op het moment dat studenten die hier beginnen, dat minder dan 50% daarvan de studie uiteindelijk afsluit, en dat was mid 90 jaren nog aanzienlijk veel minder dan dat, dan is dat maatschappelijk niet uit te leggen dat gaat. Dus in die zin is het goed dat er daar maatregelen voor genomen worden. En dat heeft te maken met duidelijkheid. Dat heeft te maken met duidelijkheid die ik noemde, die wij naar de studenten willen bieden, van dat ze weten wat ze op de universiteit kunnen verwachten. En ook duidelijk naar de studenten maken wat wij van de studenten verwachten. Wat verder de outputsrendementen betreft, het is een misvatting te denken dat aan deze universiteit het noodzakelijk is om 3 of 4 of 5 artikelen te hebben om een proefschrift te kunnen verdedigen. Dat is onjuist. Een proefschrift is op zichzelf een wetenschappelijke proeve van bekwaamheid. Die wordt in Nijmegen door een onafhankelijke manuscriptcommissie beoordeeld. En als die onafhankelijke manuscriptcommissie de inhoud van dat proefschrift kwalitatief voor goed bevindt, dan is de promotie een feit, eventueel ook met 0 publicaties. Zo is het gewoon geregeld. Dat is zoals het is. Overigens hebben we dit toevallig gisteren uitvoerig met het college van decanen nog eens besproken. En verder, veel van de punten die genoemd worden zijn natuurlijk niet nieuw. Dit debat loopt al enige tijd. En ik wijs er even op dat we nu een nieuw standaard evaluatieprotocol hebben voor onderzoeksvisitaties, waar ook de kwantiteit van het aantal publicaties niet meer een maat is, zoals er in het verleden wel was, maar waar expliciet naar de kwaliteit wordt gekeken. Het punt is natuurlijk dat kunnen alleen experts beoordelen. Dat betekent dus ook iets voor de visitatie als zodanig. Tellen kan iedereen, maar kwaliteit beoordelen kunnen alleen vakinhoudelijke experts. En dat legt dus op die manier ook een extra beslag op. Ja, maar wat betreft een aantal landelijke thema's trekt u ook samen op met de studenten om dat bij het ministerie te bevechten? Ja, zeker als het gaat om thema's als de financiering van het systeem die heel erg onder druk staat. En als het gaat om het vertrouwen dat de overheid geeft aan de instellingen. Ja. We naderen de klok van 2:30 en moeten straks allemaal goed onderwijs gaan volgen en goed onderzoek gaan doen. Dus een vinger, ja, hier vooraan. Ja, dankjewel. Ik vroeg me af wat de heer Meijer vindt van de opmerkingen die Floor net maakte. Over de stemverhouding in de FSR en een studentlid in de CVB. En daarnaast heb ik eigenlijk ook nog niemand gehoord over het feit dat dat we hier allemaal heel goed met elkaar omgaan is prima. Maar dat op papier eigenlijk helemaal niet zo goed geregeld is. En dat de USR wel heel erg afhankelijk is van de goodwill, zeg maar, van het CVB. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, die laatste vraag doen we dan voor, Floor, en dan kunt u op de eerste vraag reageren. Ja, dus op de eerste vraag, eigenlijk heb ik over het rendement, 3 punten werden genoemd, hè? Dus eigenlijk heb ik het over het rendementsdenken kort gehad. Een studentlid in het college was het tweede punt. Daarvan moet je je afvragen of dat niet de reguliere medezeggenschap buitenspel zet en in hoeverre dat de reguliere medezeggenschap buitenspel zet. Dus die vraag is niet zo heel erg eenvoudig als zodanig te beantwoorden. Op facultair niveau hebben we dat natuurlijk. En ik denk dat die vraag niet zo eenvoudig te beantwoorden is en dat men maar eens goed moet nadenken of men dat überhaupt wil, gezien hoe de medezeggenschap aan deze universiteit op dit moment functioneert. Dus ik zou het zelfs onverstandig vinden. Een andere stemverhouding, dat vind ik moeilijk om iets over te zeggen. Ik weet eigenlijk niet wanneer het op stemmen aan is gekomen. En alleen dan is dat natuurlijk relevant. En volgens mij in die 2,5 jaar dat ik hier nu voorzitter van het college ben, weet ik niet of het ooit op stemmen aan is gekomen en het überhaupt een issue was. Floor, op deze 2 punten van medezeggenschap, jouw ervaring? Nou, ten eerste, het ging over
Studentlid? De studentlid. Ja, de studentlid. Zoals we zien bij de facultaire raden gaat dit heel goed bij de facultaire op facultair niveau. Dus ik zou zo snel niet zien waarom het dan op centraal niveau niet goed gaat. Want deze studentlid is direct betrokken bij het maken van het beleid. En daarnaast kan die studentlid het ook terugspelen naar de USR. Het zou daarom niet de USR buiten kaart zetten, want de USR heeft altijd nog zelf de instemmingsrecht. Wat betreft de medezeggenschap op de stemmingsrecht, wanneer het over de instemming gaat over de oer, dan is er altijd een stemming die de plaats gaat vinden. Nou, nu is het op dit moment dat de medewerkers daar 60% hebben en de studenten 40%. Ik denk dat het eerlijk zou zijn als het 50-50 zou zijn. Vraag. Ja, u geeft aan dat het onderwijs altijd beter kan. Maar u gaat in tegen de problemen die aan worden gekaart door de nieuwe universiteit. Maar ik vraag me dan af wat u dan zelf ziet als problemen in de huidige vorm van onderwijs. De problemen die wij zelf zien, die proberen wij zo goed mogelijk op te lossen. Ik stel vast dat wij ons al 4 jaar op rij beste brede universiteit van Nederland mogen noemen. En dat is op basis van hoe het onderwijs aan deze universiteit in de volle breedte beoordeeld wordt door studenten en docenten. En dat is bij andere universiteiten en met name ook universiteiten waar onrust ontstaan is, zeker niet altijd het geval. Ik denk echt oprecht dat wij aan deze universiteit veel aandacht besteden aan onderwijs. Dat het bij ons hoog in het vaandel staat. Dat kunnen we zeker nog beter doen. En dat we moeten ook met de modernisering meegaan. Nieuwe ICT-middelen in het onderwijs. We moeten dat soort verbeterslagen doen. Dat is vaak op opleidingsniveau, vaak op facultair niveau. Daar spelen de opleidingscommissies een belangrijke rol. En ik denk dat die terugkoppeling, ook de terugkoppeling uit studentenenquêtes, goed werkt. Hoe weten wij welke problemen er zijn? Door naar studenten te luisteren. Door te kijken wat er uit studentenenquêtes komt. Door problemen die de studentenraad aandraagt. Dat zijn de problemen die op centraal niveau komen. Veel wordt natuurlijk op facultair niveau opgelost. Matthias? Ja, een korte reactie is weg. Het ding met democratie is, je mist het niet tot je het nodig hebt. Je kunt altijd terugverwijzen naar, oh, we doen het al jaren hartstikke gezamenlijk. Het gaat hartstikke goed, we hebben geen grote problemen. Maar de afhankelijkheid van goodwill is denk ik de juiste manier om het te framen door de dame in de zaal. Op het moment dat er een meningsverschil is, die fundamenteel is, die belangrijk is, die ertoe doet, dan wil je al dat de middelen daar zijn om een beslissing te kunnen nemen die eerlijk is, die representatief is. Want als dat niet gebeurt, dat is wanneer je scenario's krijgt zoals in Amsterdam. Dat is wanneer studenten en docenten grijpen naar middelen buiten de officiële kanalen, omdat die gewoon niet afdoen. Het zou heel fijn zijn om nooit bij een stemming aan te hoeven te komen, dat je het gewoon het min of meer eens bent met elkaar, dan is het hartstikke fijn. Maar wanneer dat niet zo is, moet je er klaar voor zijn, zodat je het goed kunt oplossen en een crisis kunt voorkomen. Laatste vraag, dan is het echt afgelopen. Ja. Laatste vraag, dank u wel. U sprak over vertrouwen, en dat vind ik heel mooi. U heeft mijn vertrouwen, professor Meijer. Ik was zondag in het Maagdenhuis, daar heb ik dat vertrouwen ook uitgesproken, nu in de rest van het college. Maar vertrouwen komt ook van twee kanten. En als ik kijk naar de rendementsmaatregelen zoals wij die zien, dan zie ik in die rendementsmaatregelen iets waardoor vertrouwen niet aan studenten geschonken kan worden. En ik geloof dat dat niet uw intentie is. En ik geloof dat dat vanuit die outputfinanciering komt. Maar ik vraag me af, wat gaan we daar dan nu aan doen? Het zou helpen indien de vraag wat concreter geformuleerd was. Dat kan. Met de rendementsmaatregelen, of u bedoelt, wat gaan we ermee doen, wat ik daar probeer te zeggen? Nee, over welke rendementen hebben we het? Wat is niet goed en welk probleem willen we opgelost zien? BSA, BN4, MN2, om een paar voorbeelden te noemen. Ik denk dat als de BSA, als dat een van de rendementsmaatregelen is. Ik denk dat wij, je kunt een keuze maken, hè, als je kiest voor kwaliteit en tegelijkertijd moet de opleiding voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is voor ons belangrijk.
We hebben bij de meeste opleidingen niet gekozen voor selectie aan de poort. Wij moeten wel kijken of de mensen überhaupt op de juiste plaats zitten. En studenten ook duidelijkheid geven. Dat heeft met die duidelijkheid te maken. Van zitten jullie hier op de juiste plaats? Is dit de juiste studie? Of kun je misschien beter wat anders gaan doen? Het BSA heeft in een zeer belangrijke mate die functie. We hebben het BSA nu enkele jaren ingevoerd. Het leidt ertoe dat aan deze universiteit door BSA en door switch en uitval eigenlijk gezamenlijk is het zo dat in het eerste jaar 25% van de studenten die op deze universiteit beginnen niet meer die studie voortzetten. Dan wel een andere studie aan deze universiteit kiezen, dan wel naar een hogeschool gaan. Is dat slecht? Nee, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat het heel goed is dat studenten in het eerste jaar die duidelijkheid krijgen, weten of ze op hun plaats zijn, weten waar ze aan toe zijn. Degene namelijk die het halen, die weten ook veel beter waar ze aan toe zijn. We hebben op deze universiteit altijd een discussie over het stapelen van maatregelen. Hè? Het BM4 en het MN2, wat je dan nog laat voortbestaan, eventueel naast het BSA, dat doen verschillende faculteiten verschillend. Wij hebben als universiteit uitgesproken dat wij tegen het stapelen van maatregelen zijn. Dus wij zouden eigenlijk, we vinden dat als het BSA goed werkt, dan is dat de check die je ook doet. En dan zou je het daarbij ook moeten laten. En dat is wat mij betreft niet zozeer rendementsdenken, dat is kwaliteitsdenken. En dat is duidelijkheid verschaffen aan de studenten, om te zeggen, je zit op de juiste plaats, je kunt beter wat anders gaan doen. En het is belangrijk in je leven, in je carrière, omdat het is beter om daar vroeg achter te komen dan na 2 jaar op deze universiteit rond te hangen en erachter te komen dat je niet op de juiste plaats bent en eindelijk toch wat anders had moeten doen. Alleen niemand durfde je dat te zeggen. En uiteindelijk zijn we allemaal voor kwaliteit. Ik constateer dat we het in Nijmegen zo slecht nog niet hebben. Ik constateer ook dat er toch een aantal punten zijn waarop het college van bestuur en de actieve, enthousiaste studenten ook met elkaar gezamenlijk richting Den Haag kunnen optrekken. Maar dat er ook heel duidelijke verschillen tussen beiden zijn. En ik constateer ook dat nu het over een concrete maatregel ging, een aantal mensen wat ongemakkelijk begon te worden, misschien omdat het 2:30 was, maar ook dacht, ja, maar toch zou ik er nog met de collegevoorzitter over in discussie willen gaan. Ik denk dat het lijkt me ook dat we dus inderdaad over de concretere maatregelen op een wat meer concrete manier de komende tijd onze hele universitaire gemeenschap eens goed onder het licht moeten houden. En dat vooral met zoveel moeten doen als hier nu verzameld zijn. En dan horen ze er zelfs in Den Haag van wat wij hier in Nijmegen ervan vinden. Bedankt voor uw aandacht.